ontzettend leuk programma. Nou, ontzettend. Daar is hij dan weer, daar zijn we dan weer, daar weet ik vanuit welke, hè? Daar is hij dan weer, de Dik voor Mekaar Show, oftewel de Dik voor Jezelf Show, zoals de Frans. Ja, de Groot, dat kan ik dan zelf ook wel zeggen, zit er dan met iedereen te eten al, hè? Je hoeft me helemaal niet te helpen, man. Ja, luisteraars, daar ben ik weer. En, hallo? Hallo? Ja? Hallo, mag ik ook even in belachelijk, hè? Wat een gedoe toch steeds met die verstraten, ik ben aan het praten. Ja, zo ben ik dan weer in beeld. Ja, luisteraars. Nou, het is vandaag een heel belangrijke dag. Dat is heel belangrijk, hè? Want wat is er aan de hand? We krijgen het salaris. Nee, wel niet, de Groot. Sinterklaas komt. Er komt vandaag hoog bezoek. Want, hoe heet die Sinterklaas? Die komt zo hier. Hè? Die komt dadelijk. Nou, u begint. Het is natuurlijk allemaal vol spanning, hè, voor wat er allemaal gaat gebeuren. En de... Wie is dat nou weer? Dag. Nou, wie is dat nou? We lopen ineens een of andere duimzuiger voorbij. Wat is dat nou? Dat is Liesje Nak, is dat. Wie is Liesje Nak? Dat is van Harry. Kindje van Harry. Ja, meneer Nak, kijk toch een beetje uit dat die kinderen hier niet door het beeld lopen. Nou, ik heb ze meegenomen omdat Sinterklaas vandaag kwam. Dat vonden ze leuk. Ja, maar dan hoeven ze toch niet nou meteen al door het hele beeld heen? Zoals ik al zei, Sinterklaas komt dus zo. En dan leek het mij wel leuk om er even wat bijzondere dingen aan vast te gaan doen. Wat nou weer? Meneer de Groot. Ja, wat is er? Ik moet plassen. Ja, dat is nou het toe! Wat een gedoe, hè, in beeld! Moet er weer heen! Ik ga wel even met hem mee, ik moet zelf ook... Ja, de Groot! Schiet nou op! Douw dat kind weg hier! Luisteraars, let u even niet op mij! Gedoe met die jongen allemaal! We gaan dus in verband met de Sinterklaas! Leek me leuk om eens even over te gaan... Naar de stal, hè? Want we gaan namelijk naar de stal en daar gaan we eens kijken hoe het paard van Sinterklaas nou eigenlijk woont. Hè? Nou, schiet nou op de Groot, je hoorde me toch zeggen stalgeluiden. Ik ben bezig. En zo sta ik dan nu in de stal en ik sta hier naast de schimmel van Sinterklaas. Weet ik? Ja? Is dat echt waar van Sinterklaas dat hij schimmel heeft? Wel, nee man, dat paard heet een schimmel, dat is gewoon een merk. Oh, zeker een heel oud merk dan. Zoals ik al zei, ik sta hier dan dus naast het paard van Sinterklaas. Goedemiddag, paard van Sinterklaas. Goedemiddag, meneer Voor Mekaar. Hartelijk welkom, kom in de stal. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Vertelt u eens dat paard van Sinterklaas, hoe lang bent u dat al? Nou, dat ben ik al een hele tijd, Ik ben begonnen als paard van de Schellenboer. Ja. Zijn u nou? Paard van de Schellenboer. Bent u mee gestopt? Daar ben ik mee gestopt, dat ging mij vervelen. Ik liep steeds met die afgekloven groenten door de straat. En toen was ik toevallig op de begrafenis van het paard van ome Loek. Is die dood? Wie? Paard van ome Loek. Ja, de Groot, stel toch niet van die stomme vragen, dat is toch heel bekend, man! En ik kwam toen Jojo Buitenzorg kwam ik tegen. Ik zei, hallo Jojo! Jojo! En ik zei, weet jij niks anders? Hij zei, nou dan moet je in de krant kijken. En toen ben ik in de krant gaan kijken en toen zag ik een advertentie. Wel, wat werd er gevraagd? De kindervriend, assistent van een kindervriend. En ik denk, nou, dat is net wat voor mij. En toen bleek dat Sinterklaas te zijn. Ach, wat interessant, ja. Sinterklaas, een hele grote kindervriend natuurlijk.
Nou, dat wil ik niet direct zeggen, want ik vind het helemaal geen kindervriend. Allee, hoezo dan? Nou, ik vind het geen stijl. Ik vind het geen stijl. Iedere keer geeft hij aan die kinderen, geeft hij suikerbeesjes. Ja. En marsepein, zodat bij die kinderen de tandjes langzaam wegrotten. Oh. Dat kan ik geen kindervriend noemen. Hey. En met al die tataai en met die spekelaars, dat die kinderen met darmverstoppingen zitten. Dat is toch geen kindervriend? Oh ja, nooit bekeken zo. He, wel interessant, ja. Maar over het algemeen, Sinterklaas, wat vindt u van Sinterklaas persoonlijk? Sinterklaas, die kan mij mijn rug op. Sinterklaas, je kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Sinterklaas, je kom maar binnen met je knecht, want we zitten... Zo, daar zijn we dan weer doorheen. Dat hebben we dan weer gehad. Dat geschreeuw en dat geblaar. Daar zijn we dan weer doorheen. En dan is nu het grote moment aangekomen waarop we in verwachting zijn van Sinterklaas. Nou, waar blijft hij nou? Die Sinterklaas zou toch komen, de grootschiet. Nou, waar blijft die Sinterklaas? Ja, die komt zo. Je hebt hem toch besteld? Ja. Nou, waar blijft hij dan? Kostte 75 gulden. Ja, dat maakt nou even niet uit, want dat kost het. Oh, wacht, ik hoor wat. Ja hoor! Ja! Daar komt Sinterklaas, ik hoor hem zijn paard buiten al parkeren. De groot schiet nou op, ga nou zingen man, als Sinterklaas binnen is toch gezellig en zo. Daar komt hij hoor. Ik ben vannacht weer dronken. Nou wat zit je nou voor een raar liedje te zingen, de groot, dat is toch helemaal geen Sinterklaas liedje. Nou maar je kan het met Sinterklaas wel zingen. Ja! Daar komt hij. Hallo! Wat is dat nou weer? Er komt een zak binnen. Er komt een zak binnen. Ik wil vandaag Sinterklaas. Zetten ze een zak binnen. Oh, dat zijn de cadeautjes. Ach, dat zijn de cadeautjes. Ja, dat is... Sinterklaas komt zo. Hè? Sinterklaas komt zo. Oh, ja. Nou, vooruit. We gaan wat zingen. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Wat gebeurt er nou? Oh, nou. Kijk, wat gebeurt er allemaal? Helemaal mooi. Wie zet er hier nou een zak voor de deur neer? Ja, dat is... Wie doet dat nou in? Ja, ze zetten net hier die zak... Voorzichtig maar. Voorzichtig. Kom u even overeind, Sinterklaas. Klaar. Wat een toestand, hè? Wat een toestand, wat er allemaal gebeurt, hè? Moet ik even een glaasje water voor u? Ja, dat pak even een glaasje water. Nou, geef mij maar een neut. Ja, dat komt zo. Dat doen we de afloop weer, hè? Dan gaan we eerst even cadeautjes uitdelen, hè, oom Joop, als u even de cadeautjes uitdeelt. Oh ja, waar zijn die cadeautjes? Hier zijn de cadeautjes, in die zak. Oh ja. Die overstruikelde. Ja, nou, dan gaan we even hier een pakje voor Harry Nak. Ja. Ik heb een cadeautje. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Wat is dat? Een neusfluit. Een neusfluit. Oh, dat heb ik altijd graag willen hebben. Hij doet het niet, Sinterklaas. Doet hij het niet? Oh, vandaar dat hij zo goedkoop was. Nou, dat was het dan weer. Ik stap weer eens op. Tot volgende. Wat is er, joh? Wij hebben nog helemaal geen cadeautjes gehad. Nee, je krijgt geen cadeautje ook. Er zat alles bij elkaar 76 gulden in de Sinterklaaspot. Er was 75 gulden voor een Sinterklaaspak en 1 gulden voor een neusfluit die het niet doet. Dus we krijgen helemaal niks. Nee, we krijgen helemaal niks. Oh, dat valt wel even tegen, hè? Dat valt wel even tegen. Hé, dat ja. Hadden we beter niet dat Sinterklaaspak kunnen huren. Hoezo? Ik kan toch moeilijk in mijn blote... Nee, dat is wel zo, maar ik bedoel, dan hadden we er misschien beter cadeautjes voor kunnen kopen, hè? Ja, het is wel even beter geweest. Nou ja, er is niks aan te doen, hè? Helemaal niks aan te doen. Wat hoor ik nou? De grote wordt geklopt. Doe jij even open, er wordt geklopt. Wat doen we allemaal? Goedemiddag. Wie kan ik zeggen dat er is? Nou! Wat is dat nou voor stomme vraag? Dat zie je toch ook wel, de groot? Dat is Sinterklaas! Ah, dat is de echte Sinterklaas! Kom u binnen! Oom Joop, ga nu even uit die stoel, dan kan Sinterklaas erin zitten! Wat is er, joh? Als u even weggaat, Sinterklaas moet erin! Ik ben toch Sinterklaas?
Nee, maar dit is de echte Sinterklaas. Nee, nou wordt die mooi. Dat is een oplichter. Ik ben Sinterklaas. Ja, wat is er nou maar, ome Joop? Kalm aan. Ga u zitten, Sinterklaas. Ga u zitten. Oh, wat een verrassing. Ja. Heb u cadeautjes meegenomen? Inderdaad, inderdaad. Kunnen we ik heb beginnen? Cadeautjes bij me, ja. Kunnen we die uitpakken nou? Ja, ik heb hier om te beginnen een cadeautje voor ome Joop. Oh ja. Wat is er, Joop? Dat is een cadeautje voor u, ome Joop. Een cadeautje voor mij? Oh, wat leuk. Dat is wel hier. Een cadeautje voor mij. Wat zou het zijn? Ik ben heel benieuwd. Er zit een gedichtje bij, ome Joop. Dat moet u even voorlezen. Een gedichtje. Oh, eens even kijken. Ja, hier heb ik het. Beste ome Joop. Sint heeft heel lang moeten denken wat hij ome Joop moest schenken. Wat staat hier, Joop? Want hij schreeuwt en brult met veel lawaai. Nee, nou wordt die mooi! Nee, nou wordt die vrij! Wat gaan we nou krijgen? Ik trek nooit! Ik ben de koning en de rustzelver! Ik ben nooit kwaad! Ik ben nooit kwaad! Wat gaan we nou krijgen? Nee, nou wordt die mooi! En daarom geeft de Sint met spoed een neusfluit die het wel goed doet. I want that cherry ring. I want that cherry ring. I want that cherry. I'm a poor boy, unemployed and unhappy, but I like factory bosses who don't have a job for me. I don't run away from my life, you know it's the truth I sing. I've made up my mind now, I want that cherry ring, I want that cherry ring. Schreeuwen dan geblaren in mijn programma, begrijp ik ook niet. Maar we zijn er weer van tussen. Ja, luisteraar, nou leek hem ook even leuk. Wat is er nou de groot? Niet. Nou, we zitten daar niet zo doorheen te wouwelen. Leek me ook wel even leuk, in verband met de Sinterklaas, het inpakken van cadeautjes, want dat vereist toch wel enige handigheid. Sinterklaas is al weg, hoor. Vooral als het breekbare toestanden bevat. Nog naar windschoten. Ja, wat kan mij dat nou schelen? Voor mij popot die maar Appingedam. En nou heb ik bijvoorbeeld hier een bril. Dat is altijd heel breekbaar om dat te versturen. En dan kunt u het beste, kunt u daarvoor nemen, een doosje. Heb ik hier een doosje, ziet u wel. Wat is er nou? Dit doosje. Ja, dit doosje. Geef maar hier het doosje, ja.
dicht heen. En dan doen we er wat houtwol in, hè? Flink wat houtwol erbij. Hè? En wat papier eromheen. Dat het lekker in het vloeien zit. Hè? In vloeipapier, ja. Oh ja, dat kan. Ja, dat is goed ook. Ja, schuimdingen. Ja. Als maar allemaal zachte dingen en zo. Dit ook hier, Dick. Hier. Ja, geen. Ja, zo, ik kan toch niet een tweepersoonsdeken in dat doosie douwen? Het is zo'n doosie, komt hij om met een tweepersoonsdeken? Dit, dat kan toch helemaal niet, man? Oh, dan knip ik er wel een stukje af. En dat is allemaal zachte dingen in het doosje. Kijk, zo zie je, is het lekker verpakt en dan kan dus de bril niet stuk. Hè? Zo, en nou moeten we dus de buitenkant ook. Hè? Allereerst moeten we er een plakker op doen van breekbaar. Hè? Dan weet de postbode ook dat breekbaar is, hè? Dan kan die er niet mee gooien. En dan doen we hier nog een beetje mooi papiertje eromheen zo. Hè? En nog eens even van voorzichtig, hè? En deze kant boven. Hè? Zo, dat is het. Nou, adres erop. De postzegel niet vergeten. Nee, natuurlijk moet er een postzegel op. Adres erop, hier zo. Adres erbij. Zo. En dan kan die op de bus. Hè? Kan helemaal niks gebeuren. U ziet het, hè? Pakjes helemaal goed verpakt. Hè? Mooie strik eromheen. Hè? Zo, nou, de groot doen we in de bus. Huppatee, zo. En zo kunnen er dus van verzekerd zijn dat er dus niks met de cadeautjes gaat gebeuren. De Groot. Ja? Is dat jouw bril? Nee, ik draag nooit een bril. Belachelijk, hè? Vergeet die oom de bril in het pakje. Wat ben je toch een kokos, mevrouw? Die bril legt er nog. Wat een oom, hè? Is het in ieder geval een verrassing voor mijn tante als ze dat pakje openmaakt. Nou ja, luisteraars, let u even niet op mij, let u even op hem. Hoe krijgen we dat weer? Ja, goedemorgen, dames en heren. Hier is hij dan weer. U zit er allemaal op te wachten. Er zit geen mens op te wachten. Zeg nou maar wat er komt. De 30 seconden van meneer de Groot. Hallo, fans. Hallo, fans. Genoemd. Hier is meneer de Groot. Nou. Zoals gebruikelijk krijgt u van mij... Ja, laat maar gaan. We weten het al. Hier is hij dan weer. Kik Stokhuizen. I'm dreaming of a white Christmas. Ah man, dat is toch helemaal geen Kik Stokhuizen. Dat is, hoe heet die? Huh? Jimmy Ravens. Dat is Jimmy Ravens. Oh. Dan ken ik die ook. Belachelijk, hè? Nou ja, luisteraars, we zijn er weer doorheen. Dit was het dan weer. Hey, dit Dick. Was dan weer de Dick van Mekaar Show. Hey, wat Dick. Is dan nou de Groot? Had ik je al verteld dat mijn zuster in de gevangenis zit voor iets wat ze helemaal niet gedaan heeft? Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou in de gevangenis komen voor iets wat je helemaal niet gedaan hebt? Ze heeft geen belasting betaald. Nou ja, luisteraars, dit was het dus weer. Dit was dus weer de Dick voor Mekaar Show. De productie had die Oen hiernaast mee. En de presentatie had ik... Liesje! Ja! Krijg ik weer die... Ik heb een bal, ga mee buiten spelen. Ja, meneer Nak, hou die kinderen nou eens bij je! Wat een gedoe steeds, hè, de hele tijd die kinderen in beeld, hè. Meisje, hier komen. Ja, de productie had ik zelf en weet ik veel. Aan de camera stond Harry Nak en het was ontzettend leuk. Oh, ontzettend. Regie had die van Straaf en die zit alweer op de hoek. Dit was Dick voor Mekaar. Graag tot volgende week. Goedemiddag.